Vrienden, we hebben contact met de muziekstudio in Hoofddorp. En je ziet hem zitten daar. Haha, dat is Bram Koning. Bram, laat even je muziekstudio zien. Laat even zien. Die studio, laat even kijken. Kijk, daar hebben we Marcel. Die werkt daar ook. En dat is ook allemaal muziek en dit en dat. Nou Bram, goed, laat zien. Deze Bram, beste vrienden, deze Bram. Die heeft gewerkt met, en dan ga ik ze even opnoemen, hè. Met Willeke Alberti en met Peter Beentjes. En die heeft gewerkt met Wolter Kroes en met André Hazes en met Ruud Jacot en, hè? Nou ja, ik voel me vereerd dat je die allemaal opnoemt, maar de man naast me, dat is, die moet je niet wegvlakken hoor, die heeft met de hele wereld gewerkt. Ja, die Marcel. Oh, Marcel. Ik ken er wat van. Dus oh, ik heb wel van hulp. Ja, goed, nou fijn. Dat weten we dan nu. In ieder geval, luister eens even goed. Deze Bram, die appte mij pas geleden. En die zegt, hey Harry, gaan we nog even wat leuks doen met de EK? Ja, hij zegt, bel me even. Dus dat doe ik nu. Dus ik ben dus nu, Bram. Ja. Ja, daarom bel je ook nu. Oké, super. Nou, ja, natuurlijk. Ik bel jou nou. Spanje. Hey, luister. Nee, Harry, ik heb echt... Kijk, we moeten iets doen. Er komen natuurlijk veel voetballiedjes, maar... Ja. Als iemand nou een voetballiedje moet maken, ben jij. Je bent helemaal hot op de YouTube, Facebook, alles. Luister. Wat gaan we doen dan? Wat wil je me laten horen? Weet ik veel. Wij gaan het liedje noemen Oranje, Oranje, Oranje. Kijk, je moet het zien. Kijk jongens, is dat eventjes van een verbijsterende eenvoud. Het lied heet Oranje, Oranje, Oranje. Dat is al goed. En dat gaan we doen op een hele oude, bekende... melodie die van origine uit Italië komt. Harry, dat liedje, dat ken je waarschijnlijk nog uit... Ja, jij bent 50 plus inmiddels. Dat ken je waarschijnlijk nog uit 1959. Jezus. En toen werd het wereldberoemd door Rocco Granata. Ja. Nou, oké, daarna nog Willy Alberti en nog... Ik weet niet hoeveel mensen. Ja. Wij hebben het lumineuze idee gevat om daar een leuk... oranje liedje op te maken. Nou, okay. Moet je een stukje horen of zo? Ja, wat wil ik graag even wat horen. Nou, kom op dan. Hup. Laat horen. Oranje, oranje, oranje. Ik blijf je voor altijd niet trouw. Zoiets, weet je. Oranje, oranje, oranje. Ja? Omdat ik zoveel van je hou. Oranje, oranje, oranje. Beloof je voor altijd mijn trouw. Oh, goed. Oranje, oranje, oranje. Omdat ik gewoon van je hou. Ja. Maar, ta-ta-ta-ta-ra. En daar moet jij even wat doen. Harry, hoe leuk is, er komt een stukje rap in voor. Ja. Dan, hoe gaat die rap dan? Laat het horen dan. Laat hem een muziekje horen dan. Ja, laat hem horen. Hoe gaat die rap dan? Ratatatatatatatatara. Hey! Ratatatatatatatara. Oh! Je en je ruggen vol de koeken. Oh! En dan gaat hij weer. Ja! Oranje, oranje, oranje. Ja? Oranje. Oh, ik was te vroeg. Dat is te vroeg, zie je? Ja, dat weet je. Ik was wel te vroeg. Nou goed, never mind. Hey, maar het klinkt wel, het is wel dit. Als je in een café staat, dan ga je niet stilstaan. Dat is wel gezellig. Een beuker onderin, ja, dat moet natuurlijk. En je moet natuurlijk met 25 pils gewoon mee kunnen zingen. Gewoon de doorsnijden van andere. Precies, daar gaat het. Nou, oké. Luister goed, jij gaat mij die hele muziekband ga jij mij opsturen? Ja, die krijg jij waarschijnlijk deze week nog. Ja. Goed, nou dan ga ik daar een tekst op maken. Ja. En dan zorg ik ook dat ik het ga inzingen. Hoe ga je dat doen, hè? Ja, nou, dat doe ik hier in de buurt. Gewoon hier in Spanje. Ik zorg gewoon dat jij een band krijgt met mijn stem erop, oké? Oranje, oranje, oranje. Ja. Voor altijd een trouw, ja. Oranje, oranje, dat ik zoveel van je hou. Hé jongens, ja! Hé, ik heb
heb hem. Ik ga het allemaal regelen en we zien elkaar binnenkort weer. Daag. Okay, bye bye. Inzingen. Adios.